Dag meneer Knijf, je wint voor de tweede achtereenvolgende keer de Twente Cup. Wat betekent dat voor jullie? Nou, goed begin van 2019, denk ik. Maar niet meer dan dat? Ja, dat ook zeker. Het is leuk om tegen teams uit de regio te spelen. Vooral omdat nu ook Sunup 1 meedoet dit jaar. Vorig jaar was het alleen Apollo en die speelde toen nog niet in de Eredivisie. Nu kunnen we ons ook echt meten met Eredivisie teams. Na een periode van 10 dagen rust, dus dat is mooi. De eerste twee wedstrijden ging met twee vingers in de neus. Gekken zijn de Rosta's. Maar nu in de laatste wedstrijd moest je weg echt eventjes staan, hè? Ja, klopt. We maakten veel surffouten. Dat is punt voor hun gelijk. Dus dat is... Maar vooral op het laatste, hè? Ja, vooral op het laatst. Ja, het hoort erbij. We moeten daar vanaf. Maar gelukkig hebben we andere kwaliteiten die beter zijn dan wat zij hebben. En daar winnen we dan gelukkig de wedstrijd mee. Was het niet zo dat je op een gegeven moment dacht van, nou, we zijn er al? Nee, zeker tegen Apollo niet. Want we hebben wel twee keer van ze gewonnen nu in de competitie. Maar ook al staan wij dik voor in sets, ze komen altijd nog wel even terug. Dus we waren daar wel op voorbereid. Wat speelsters bij Apollo die ook al bij jullie gespeeld hebben? Zoals bijvoorbeeld Janine Stoeten. Ja, klopt. En Carlijn, Rinske. Ja. Lekker? Lekker gevoel? Oh nee. Persoonlijk doet dat met mij niet zoveel hoor. Het is gewoon, ze staan er als team en net als individu. Zes ploegen uit Twente en jullie zijn opnieuw de sterkste. Dat betekent dus, je doet in de competitie al hartstikke goed, dat je gewoon op dit moment in een heel lekkere flow zit. Ja, we zitten zeker in een lekkere flow. Maar om kampioen te worden moeten we nog van een aantal tegenstanders ook winnen. Waar we op dit moment van hebben verloren, zoals Sliedrecht en Zwolle. En ons doel is wel om de finale serie te spelen en die moeten we wel gaan behalen. En dan kunnen we wel van teams uit de regio winnen, maar dat is dan daarvoor nog niet genoeg om de finale te halen. Hoe gaat het nu verder? Volgens mij hebben we nog drie wedstrijden tot de kampioenspool. En als het goed is, hebben we ons daar al voor gekwalificeerd. En in de kampioenspool moeten we zorgen dat we bij de bovenste twee zitten. Dat is ons doel. Dat betekent dus dat je punten mee krijgt? Ja, dan krijgen we punten mee inderdaad. Als het goed is. Maar we weten niet waar we eindigen inderdaad. Ja, dat ligt eraan wat we de komende drie wedstrijden gaan doen. En wat de tegenstanders gaan doen. Ik wens je alle succes en gefeliciteerd met dit succes. Ja, heel erg bedankt. Jan Berensen voor de tweede achtereenvolgende keer de sterkste uit Twente. Wat zeg je dat? Ja, dat we de sterkste in Twente waren. Je hebt op de bank gezeten, je hebt dus Jeffrey Scherbaar het coachingschap overgedragen. Toch zagen we je verschillende keren je nog bemoeien met de wedstrijd. Kon je het niet laten? Nee, maar zo hoort het ook. Dat doet Jeffrey ook als hij daar op de bank zit. Maar misschien was ik wel nadrukkelijk aanwezig aan Jeffrey. Maar Jeffrey bemoeit zich ook echt wel met de coaching hoor. De eerste twee wedstrijden, dat ging eigenlijk met twee vingers in de neus. Dat waren twee dikke overwinningen. De laatste wedstrijd, toen moest je eventjes toch alles geven. Ja, maar dat is ook logisch. Hè? De eerste twee wedstrijden spelen we tegen eerste divisieteams. En als je die niet met twee vingers in je neus wint, dan moet je je geen eredivisieteam noemen. En de laatste wedstrijd spelen we tegen Apollo en dat is gewoon een prima team. Dus die winnen we regulier met 2-0. Maar dat is gewoon een prima team. Daar is niks mis mee. Nou, jullie kennen dat team natuurlijk vanuit de competitie, want je wint er al twee keer van. Ja, klopt. Dus je leert elkaar steeds beter kennen. En ik vond dat Apollo het goed doet. Ja. Ik zag op het laatst dat jullie wat surffouten maakten. En dat jullie eigenlijk een klein beetje gas terugnamen. Klopt dat? Nee, dat was niet de bedoeling. Dat is nog net ons item vandaag. Dat we minder surffouten wilden maken. Maar doordat we minder surffouten wilden maken, hebben we er meer gemaakt. Dus... als je het over een goede coach hebt, moet je met mij zijn. Dacht het team al op een gegeven moment al niet van, we zijn er al zo wat? Nee. We staan met een hartslag van 180 te serveren. Omdat ze weten dat we daar zo mee bezig zijn. Nee, daar is geen enkele sprake van. Nee, dus eerder meer stress en spanning dan te weinig. Een finale Apollo tegen Eurosport. Een finale waardig. Ja, vond ik wel. Ik vond het ook heel leuk hoe het georganiseerd was. Veel publiek. En een goede sfeer. Dat was echt reclame voor het volleybal. Terug in Almelo? Ja, even. En bevalt dat? Ja, voor even wel. Wanneer kom je definitief terug? Nooit. Heel hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel.